Ik ben Herman Poos, mede-initiatiefnemer van het Enge Prulgenootschap Rien van Nuenen. Voor de mensen die Rien van Nuenen niet kennen, dat was de beroemdste inwoner van Hillegom, een dorpje in de buurt van Haarlem. Het Enge Prulgenootschap bestaat allemaal uit journalisten die in Hillegom zijn opgegroeid. En er zijn er 16, uitzonderlijk veel. En vorig jaar hadden we als grap, we maken een narcist, die gaan we vernoemen naar Rien van Nuenen. Dat is ook gebeurd. En dit jaar hadden we het idee, ja, we zijn allemaal journalist, laten we ook iets met onze journalistieke talenten doen. We gaan een mooi literair journalistiek boek maken over Hillegom. En dan ga je kijken, hoe ga je een boek maken? Nou, de content hadden we, want al die journalisten waren bereid voor niets een mooi verhaal te schrijven. Toen ben ik met een drukker gaan maken, een eco-publisher, een groene uitgave. En die zei van, nou, ik vind het zo'n leuk idee. Die zei, maar je moet daar wel 3000 euro voor meenemen. Ja, waar haal je 3000 euro vandaan? En toen hebben we besloten om 200 aandelen uit te geven voor 15 euro. En elke journalist gezegd van ja, jij bent nu niet alleen schrijver, maar je bent ook eigenaar van het blad. Dus verkoop een aantal aandelen aan je familie en vrienden. En daar hebben we hard aan gewerkt. En ik kan zeggen dat dat helemaal uit de hand is gelopen. Maar veel belangrijker is, het is een hype geworden. Mensen vinden het fantastisch. We gaan een talkshow organiseren. Wordt live uitgezonden in Hillegom. Er komen journalisten van allerlei kranten. Ja, en wie weet komt er straks nog wat televisie bij, landelijke televisie. Dus PayPal, je bent gewaarschuwd. We gaan heel veel van jullie horen. We hebben heel veel aandelen verkocht, maar nooit genoeg. Want uiteindelijk gaat het boek niet om geld verdienen. We hoeven er niks aan te verdienen. Maar dat er zoveel mogelijk mensen gaan lezen. Vooral in Hillegom. Dus hoe meer aandelen we hebben, hoe meer mensen gaan lezen, hoe beter het is voor het 1 aprilgenootschap en voor de literatuur.